Voorzitter, ambtsgenoten, ik heb zitten nadenken de afgelopen dagen wat dit nou eigenlijk betekent, wat we hebben gezien. Er wordt in heel algemene termen gesproken over een omhelzing, je niet aan de regels houden. Maar als je even rustig kijkt naar die foto's, dan zie je dat een pasgehuwde man, en alle goeds daarvoor natuurlijk, zijn schoonmoeder, een zeer op leeftijd zijnde dame, aan de ene arm vasthoudt. En twee kinderen, waarvan we hebben kunnen lezen dat ze corona hebben gehad, niet lang voor het huwelijk, aan de andere kant. En kijk, dat is natuurlijk op zichzelf een heel normaal beeld. En sommige mensen hebben een slechte relatie met hun schoonmoeder. Maar in algemene zin zouden we toch niet kunnen aannemen dat iemand, als hij daadwerkelijk gelooft dat dat coronavirus zo enorm gevaarlijk zou zijn, op die manier zijn schoonmoeder in gevaar zou willen brengen. Dat is eigenlijk het is zeer onaannemelijk. Dus ofwel, minister Grapperhaus is volkomen ontoerekeningsvatbaar geweest, maniakaal bezig om risico's te creëren voor mensen op leeftijd, als hij daadwerkelijk geloofde dat dat coronavirus zo heel erg gevaarlijk zou zijn. Het is dus niet even per ongeluk even de afstand niet gehad. Nee, het is gewoon echt een intieme bijeenkomst. Blijkbaar acht de minister, dus niet dat, maar blijkbaar acht de minister dat risico aanvaardbaar. En ik denk ook dat het aanvaardbaar is. Hè. Ik denk ook dat het coronavirus, dat kunnen we eigenlijk ook wel gewoon wetenschappelijk staven, op grond van de mensen die op intensive care terechtkomen, mensen die sterven. Het is veel minder gevaarlijk dan we in het begin dachten. Gelukkig maar. Het is veel minder gevaarlijk dan we in het begin dachten. En ook de minister gelooft dus niet dat de draconische regels die we nu hebben in Nederland nog noodzakelijk zijn. Dat is voor mij het haakje in deze discussie. Volgens mij is dat een nieuw punt dat ik eigenlijk nog niemand hier heb horen maken. Hij gelooft het ook niet meer. Dus wat we kunnen concluderen, wat er nu moet gebeuren, als zelfs het kabinet het niet meer gelooft dat het nodig is om op deze wijze de samenleving onder druk te zetten, mensen met honden uit elkaar te jagen, enzovoort, enzovoort, laten we er dan mee ophouden. Laten we vanavond nog, en samen met kameraad Van Haga dien ik ook een motie in zometeen, om gewoon per direct te stoppen met al die absurde maatregelen, de anderhalve meter samenleving, enzovoorts. Het is niet nodig. We zijn allemaal bereid, ook ik een half jaar geleden, hè, om zeer ingrijpende maatregelen te accepteren. Als het daadwerkelijk zo zou zijn dat mensen spontaan dood neervallen op straten, duizenden, tienduizenden, honderdduizenden doden enzovoort. Tuurlijk, dan begrijpen we dat. Maar dat is niet het geval bij dit coronavirus. Het is een venijnig griepvirus. Het is een verdomd gemeen virus. Als je het krijgt, je kan een week heb je last van. En een zeer, zeer, zeer beperkte groep in Nederland en in andere landen kan daadwerkelijk in gevaar komen, zoals dat ook het geval is met andere griepen enzovoorts. Dat weten we nu, dat kunnen we zien. En ook de minister, dat is wat die foto's mij tonen, weet dat. Ook hij gelooft er niet meer in. Laten we de maskers afdoen. Laten we dit theaterstuk stoppen. Laten we de coronamaatregelen beëindigen. Dank u wel. Laatste vraag, de heer Azarkan. Dank u, voorzitter. Voorzitter, als de heer Baudet van mening is dat de heer Grapperhaus, de heer Rutte, de heer De Jonge, mevrouw Van Ark weten dat het virus niet gevaarlijk is, waarom worden de regels dan opgelegd? Waarom is dat beleid er? Waarom wordt van het volk offer gevraagd? Dat is een hele goede vraag. Eigenlijk, ik heb meerdere verklaringen. Ik weet het niet, hè? Ik kan niet in hun hoofd kijken. Maar ik denk een aantal redenen. Eén is padafhankelijkheid. Als je ergens in mee bent gegaan een tijd lang, bijvoorbeeld massa-immigratie, dan is het moeilijk om dan te zeggen, jemig, we zaten al die tijd fout. En zeker politici die lijken zich wel afgetraind te hebben op het nooit eigen fouten toegeven of
inzichten bijstellen. Dus dat zou één verklaring kunnen zijn. De andere is dat deze mensen natuurlijk ook, de leden van het partijkartel, heel erg afhankelijk zijn van de internationale context. Dus zijn niet zo heel erg getraind om zelfstandig te denken, maar zijn vooral ook heel erg gericht op, wat gebeurt er in andere landen? Wat doet Merkel? Oh, dan doen wij dat ook. Hè? Dat is natuurlijk ook heel erg de reflex. En een derde verklaring zou kunnen gelegen zijn in het feit dat ze natuurlijk ook wel heel erg belangrijk gevonden worden nu. Al die persconferenties en goh, wat nou, hier zie ik wel een toe en zo. Dus het is heel, ja, het is ook, heeft een zekere aantrekkelijkheid natuurlijk om zo een situatie van nationale nood, een crisis, hè, dat is de droom van ieder kind, nietwaar? Dank u wel, meneer Baudet. Dank u wel. En daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van de eerste termijn van de zijde van de Kamer. Ik schors de vergadering voor 1 uur, dus tot 20 minuten over 8.